Abschnitte voor Isolage. Drie punten voor nummer 13 en dat is Ruben van Baal. Twee voor Jorik Jacobs en één voor Sanderpaal. Momenteel 8 punten voor Enzo Wouters, 5 punten voor Stijn de Visser. Om de tegenaanval op gang te brengen, om op zoek te gaan naar Gastienstal. Wouters met Pauls, met Jacobs en met Van Pauwen. En dat is toch een beetje jammer hoor, dus die vier. Petal van Roosbroek en Kuijs. Adres komt ook terug. Oh, we gaan naar de nummer 15 om stuur vast te houden, dat is niet. De Stijnder is een stuur vast te houden, dat is er niet. We gaan terug naar de bellen toe. Zie dan terug naar de bellen. Voor een volgend klassement voor een wereldpunt te verdienen met Sander Pauls aan de lijn voor Jorik Jacobs. En dan kijk ik. En Michael Opkens mag wedstrijd verlaten. De verliesronde mag dus wedstrijd verlaten. Kijk even wat er aan nu gebeurt met Pauls. Dan nu de volg Sander Pauls, die vrienden en zo anders. De twee vrienden gaan naar Sander. Momenteel Enzo Wouter 16 punten, kan in principe niet meer bereikt worden. 9 punten voor Stijn de Visser, 7 punten voor Sander Pauwels. Twee aanvallers, en dat zijn Bart Jaspers en Julian Kuivers. Voor Roosbroek, de leiding van het groepje, met het nummer 8, Sander Pauwels. Momenteel derde in de tussenstand na 4 klassementen. Dus voor het allerlaatste klassement. Jaspers en Kuivers nog altijd samen aan de leiding. Mooie plaats voor dat tweetal.
op 2 ronden van het einde nu. Twee ronden voor het peloton hier. Laatste punten zijn verdiend door Ivan Jan Kuipers.